Na een succesvolle maar leerrijke voorbereiding is de 23-jarige Jelisa Pigot afgelopen zaterdag gekroond tot Miss Tropical Beauty Suriname. De show is voor de 5e keer georganiseerd door de stichting Beauties of Suriname Pageant. De 12 contestanten hebben zich onder andere in bikini en avondkleding gepresenteerd. Verder was er een talentenronde waarin Pigot schitterde met haar spoken word. Mijn doorzettingsvermogen en hard werken zijn beloond, zegt Pigot. Ze heeft er 2 jaar over nagedacht voordat zij besloot de stap te nemen. Op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, ik moet gewoon ervoor gaan. Ik ben ook begonnen met mijn Love Yourself movement. Mijn zus heeft me gepusht en mijn movement heeft mij natuurlijk getriggerd van, nee, Jelisa, geloof in jezelf en ga gewoon ervoor. Love Yourself movement, daar hoor ik niet pas van. Wat doet die movement? Het doel ervan is om de jonge dames in het bijzonder in zichzelf te laten geloven en ze de kans te geven om zichzelf te zijn. Ik probeer dus mensen te inspireren door middel van tekst, dat ik zelf schrijf, ervaringen. Zeg maar, ik probeer ze op het rechte pad te krijgen. Want zelfliefde is het zaad van succes. Ik hoor ervan om het te zeggen, maar we onderschatten het. Maar als je echt in jezelf gelooft, dan denk je al positief en dan gaan er zoveel deuren voor je open. En heeft dat ertoe geleid dat je ook gekroond bent op 9 juli tot Miss Tropical Beauty Suriname? Ik denk het wel. Ik weet het zeker. Geloof in mezelf en doorzettingsvermogen. En er gewoon voor gaan, openstaan voor nieuwe kennis en opbouwende kritiek. En ik heb het gedaan. De sterke punten van Pigot waren haar walk en haar positief denken. De nieuwe Miss Tropical Beauty zal zich nu richten op het vertegenwoordigen van Suriname op de Miss Grand International 2016 pageant die op 2 december in Polen wordt gehouden. Ook zal Pigot zich bezighouden met sociale projecten. Miss Tropical Beauty Suriname is blij dat er nu positief wordt gekeken naar deze contesten. Omdat voorheen mensen niet echt geloofden in misverkiezingen. Men dacht, ja, het heeft alleen te maken met beauty en that's it. Maar dat is het helemaal niet. Ik heb er zelf een andere view ervan gehad. Want ik dacht ook dat het alleen te maken had met mooi zijn en lopen en in een bikini shinen. Maar het is veel meer dan dat. Je bent bezig met je inner beauty. Je leert jezelf kennen, je sterke punten, je zwakke punten. En je bent een heel ander mens. Dus je bent nooit een verliezer, ook al heb je de titel niet. Maar je bent gewoon een winnaar, omdat je een heel ander persoon bent wanneer je klaar bent met het traject, zeg maar. Ja, en natuurlijk heb je ook vriendinnen gemaakt. Ja, mijn missen. Elke zaterdag en zondag hadden we de training. En nu hebben we dus geen training meer elke zaterdag en zondag. En ik mis ze verschrikkelijk. We hebben een hechte band opgebouwd. En ja, het is gewoon geweldig dat je binnenkomt bij de auditie. En je hebt helemaal geen idee van ja, wie is die nou en wie is die nou. Maar aan het eind van het traject heb je zo'n hechte band met elkaar opgebouwd dat het gewoon geweldig is. En je hebt gewoon geweldige herinneringen. Wat zou Jelisa doen? Ik wil sowieso mijn school afmaken. Ik begin in oktober weer met school, ga verder met mijn studie. En ik ga mijn blog opzetten van de Love Yourself Movement. Ik wil het officieel launchen. En bezig zijn met het sociaal project. Want ja, het mooie van een pageant is wat je er doet daarna, nadat je de titel hebt bereikt. Dus ik wil me gaan inzetten voor de jongeren vooral, de kinderen in een tehuis bijvoorbeeld. En de jonge dames die zoveel vragen hebben over zelfverzekerdheid, love yourself. En met die wil ik me bezighouden. Pigot is ook dik tevreden over de begeleiding vanuit de organisatie. Behalve dat ze Miss Tropical Beauty werd, heeft ze ook de prijs van Best in Bikini gewonnen. De first runner-up werd Dariola Brandon en Nathalie Sahid werd derde. De 4e plaats ging naar Shahnaz Frenkel en op de 5e plaats is geëindigd Wendy He.